studenten van AHKCO die hebben vanwege een vak een discussieochtend georganiseerd en het geheel heeft plaatsgehad de Stubila, waar er met jongeren, met scholieren van twee scholen van Latour dan gediscussieerd is geworden over seks en seksualiteit. We spraken hierover met twee van de studenten. U begrijpt het, het gaat in feite om een klas waar twee waren aangewezen om de media te woord te staan. En we spraken met deze twee jonge dames en zij vertellen veel meer over dit project. Mijn naam is Jessica Sabieng, studente van het AHKCO, studierichting Sociaal-Cultureel Vormingswerk. Goedemorgen, mijn naam is Shalisa Ritveld-Belver. Ik ben ook student van het AHKCO, studierichting Sociaal-Cultureel Vormingswerk. Wat doen jullie bij Stubila vandaag? Vandaag zijn we hier in het kader van de afronding van het collegejaar. Moeten wij voor het vak studieloopbaanbegeleiding een opdracht uitvoeren. We zijn hier, we hebben een discussieochtend met studenten van twee scholen in de omgeving Latour. Het onderwerp hierover, over die discussieochtend, het gaat om een... Het hedendaagse seksueel gedrag van jongeren. Dat is het onderwerp dat we hebben gekozen. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Omdat... Nou, het is een hot topic binnen de samenleving, als we de actualiteiten zo volgen. En als... toekomstige maatschappelijke werkers willen we nu al een bijdrage leveren aan de bewustwording over het seksueel gedrag onder Surinaamse jongeren. Yes. Ja. Waarom voor Latour en welke school van Latour gaat het? Het gaat om de twee scholen, Milo Latour, het is nu de Caprino Allendi Milo School en LBO Latour. We hebben voor deze twee scholen gekozen omdat Latour een volksbuurt is en de meeste van ons vanuit Latour komen. Dus we dachten aan deze twee scholen. Dus daarom hebben we gekozen voor deze twee scholen. Ja. En wat hoopt u dat er uit de discussie mag komen? Een stukje bewustwording. Dat deze studenten, dus deze groep, bewust worden van het gedrag, het seksueel gedrag binnen jongeren en hoe zichzelf en anderen ook te beschermen. En we hopen ook dat ze dus wat ze meekrijgen vandaag, dus meenemen naar hun omgeving en overige vrienden, familie, kennissen. Ja. Ja, dus gewoon wat ze vandaag krijgen, doorvertellen. Yes, ja, het is de bedoeling dat ze het doorvertellen. Ja. Ja. En wie hebben jullie bereid gevonden om jullie te ondersteunen bij dit project? We hebben een paar organisaties bereid gevonden. Vanuit deze plek willen we ook de organisaties bedanken. De totale cohort. We bedanken de organisaties. We hebben de organisatie PUSH gevonden om hun medewerking te verlenen. De dermatologische dienst. En ik hoorde ergens Stichting Liefdevolle Handen. Juist, Stichting Liefdevolle Handen ook. Dat zijn de drie organisaties die we bereid hebben gevonden om samen te werken. En ik neem aan, sowieso zonder Stubila zouden jullie dit ook niet kunnen doen? Helemaal. Zonder Stubila, we zijn meneer Koster erkentelijk voor het feit dat we hier het project mogen uitvoeren. Omdat Stubila alom bekend is. Dus daarom hebben we ook meneer Koster benaderd en hij heeft ingestemd om het project hier uit te voeren. En we danken hem ook daarvoor. Ja. Praten, jullie zijn opkomende maatschappelijke werkers, maatschappelijk werkers. Merken jullie dat jongeren toch wel makkelijk praten met anderen over seks en seksualiteit? Als jullie teruggaan naar jullie eigen leefomgeving, jullie zijn ook zelf jongeren. Ja, klopt. Als ik terug moet gaan, jongeren praten niet makkelijk over seks met ouderen. En taboe moet eigenlijk verbroken worden. En een kind moet makkelijk naar een ouderen kunnen gaan en vertellen over seksualiteit en seksuele gevoelens zonder enige vrees dat er een oordeel komt en dat soort zaken. Dus ik hoop dat we
middels deze activiteit ook een stukje bewustwording daarin brengen. Toch dat de ouderen ook ondersteunend naar de jongeren zijn, vooral op het gebied van seksualiteit. Yes. En is het voor jullie slechts om een cijfer? Nee. Of zeg je, we leren ook zelf iets en we nemen zelf ook iets mee hierin? Klopt. Het gaat niet slechts om een cijfer, maar ook onze organisatieskills vergroten, aanpassen. En natuurlijk ook iets meenemen vanuit de discussieochtend. Het is een mooi onderwerp, dus we kijken er naar uit. We zijn benieuwd. Ja. Nou, heel leuk dames om te horen dat jullie dit allemaal hebben gedaan. Van mij, voor jullie vlotte babbel, krijgen jullie alvast een 8. Ik weet niet of dat mee telt, maar alvast bedankt. Heel veel succes. Dank u wel.